provinciale stort, verkijzing storm weer voor de deur. Neem je deur en je kent de stem. Twee meer is de dag, missen stel ons nooit teleur. Er is geen hokje voor ze, nooit zo'n hokje in. Ja, dat is al wat vroeg, maar ik ga er ook niet aan de bar hangen. Dat kan daar trouwens niet eens. Ik ga naar het huiskamercafé van Tinus en Eke in Westerwijfert. Het staat op dit moment leeg. Tinus is vorig jaar jammer genoeg overleden. Eke is verhuisd naar het verzorgingshuis. Maar dat café dat is nog puntgaaf in de stijl van zo'n 50 jaar geleden. Een van de oudste huiskamercafés in onze provincie. En die wil toch eens kijken of we als PvdA er een steentje aan kunnen bijdragen over dat café. Nee, klap, vrom, klap, mij, wij, brei. En dit natuurlijk nooit voor geen trips, kom, nee. Noord-Loren, Kibbelgoorn, Burg, Zweerbeen. Lunnen weer, bangen weer, stap, meer steen. Garrels weer, winnen weer, zannen weer, ziel. Dat weet ik nog niet precies. Ik wil eerst gewoon eens even met die mensen gaan praten die daar ideeën over hebben. Maar vanuit de provincie ondersteunen we wel bewonersinitiatieven. We hebben bijvoorbeeld het loket Levende Dorpen. Daar zitten gewoon specialisten. Die weten subsidies aan te boren, die helpen mensen mee om plannen te ontwikkelen. Ja, zo kun je toch van een vaag idee kun je wellicht toch tot een concrete invulling komen. In dit geval van dat café van Tinus. Provinciale stoornverkuizing, storm weer voor de deur. Neem in de en je kinderstem. Twee meer is de dag, missen stel ons nooit teleur. Er is geen hokje voor ze, nooit zo'n hokje. Het landschap, dat koesteren wij. We hebben hier kwaliteiten, ruimte, stilte, duisternis. Op andere plekken in het land zijn die gewoon verdwenen. In Groningen hebben we dat nog, dat moeten we zo houden. Kijk bijvoorbeeld naar de windmolens. We moeten naar meer windenergie toe. Maar de PvdA kiest er wel voor om dat heel geconcentreerd op drie plekken doen. We willen die windmolens niet als hagelslag over de provincie uitstrooien, zoals andere partijen dat hebben. Hoezen, feuer, hoezen, hoeden, hoezen, gaast, hoezen, neun, hoezen, jipsen, hoezen, hoezen, staat, hoezen, soksen, hoezen, midden, hoezen, spieken, dat ooit een durpje van die hoezen. Oh ja, ganse dik. Duifteel, luimenteel, stroom, stil, bril, schil. Met die megastallen, daar moeten we gewoon mee stoppen. Ik merk overal bij bewoners dat er veel weerstand bestaat. Niet alleen om dierenwelzijn, maar ook het landschap wordt fors aangetast. Toerisme en recreatie hebben hier hoog in het vaandel staan. Ruimte, stilte, duisternis, allemaal kwaliteiten van de Groninger landbouw wat we graag willen bouwen. Megastallen past daar. Dalendaam, Doord, Schoolbox, School, het Voorjongs, Voort. Maar Vloek, Rone, Sokse, Sauer, Wietwerd, Durkwerd, Oost, Winsen, Fraas, Stiffert, Oost, Rasker, Jukkert, Heuron, Middelsom, Faust. Nee, nerveus niet. Ik vind het wel spannend, maar ik slaap nog goed. Provinciale stormverkuizing, storm weer voor de deur. Neem je rup en je kinderstem. Twee meer is de dag. Missen stel ons nooit teleur. Er is geen hokje voor ze, nooit zo'n hokje hem. Houwe ziel, schouwe ziel, zieldiek, zuurdiek, onderziel, polderziel, noordiek, noordiek, Olsgaas, Nijsgaas, Zollekerk, Nijkerk, Grootwetsen, Kloinwetsen, Hoogkerk, Leegkerk, Grodegaas, Lutjegaas, Legeland, Lens, Chamsweer, Kreudeburen, Zoltkamp, Zelf. Zo kent nog wel een nu, die hem de helft nog een gaat. Ja, net zo goud zeggen kent. Twee meert, even stem, in uw deur op staat. Maak ook zat!